Onze volgende spreker is Dr. Stef Aupers. Hij studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Toen is hij toch enigszins van zijn beloop gevallen, want hij is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is trouwens daar ook werkzaam op dit moment als universitair hoofddocent in sociologie aan de Erasmus Universiteit. En hij zal ons onderhouden over de sociologie van de complottheorie. Nou, er is al in de eerste twee bijdragen veel gezegd, veel besproken over complottheorieën. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat als we het hebben over complottheorieën, en het begrip is al eerder gevallen, dan gaan we er over het algemeen vanuit dat complottheorieën het resultaat zijn van paranoïde denken. En als we aan paranoïde denken denken, dan komen we ook eigenlijk al heel snel uit bij allerlei meer psychologische ideeën over wat paranoia is. Hè? En eigenlijk is paranoia en paranoïde denken wordt veel door psychologen geframed. Om te beginnen, ik begin bij de psychologen. En dan maak ik een beurtje naar mijn eigen sociologische verhaal. Daar wordt over gedacht in termen van een persoonlijkheidsstoornis. Hè? Dus als je in de DSM-4 kijkt, dan vind je daar een duidelijke definitie van wat een paranoïde persoonlijkheidsstoornis is. Hè? Als ik het goed heb, is het de paranoïde persoonlijkheidsstoornis. Hè? Ik bedoel, Freud heeft daar natuurlijk al over geschreven. En als ik het goed heb, was zijn stelling daarin dat paranoia voortkomt uit een soort verdringing van homoseksuele verlangens. He, dus terwijl de patiënt dan op de sofa zegt van they are out there to get me, dan weet de psychoanalyticus van nee, ze zijn niet out there to get you, but they are in there to get you. He, dus het zijn die verdrongen homoseksuele lusten en gevoelens en verlangens die je projecteert op de buitenwereld als het ware. He, dus daar komt een soort van Freudiaanse interpretatie van het paranoïde denken vandaan. Ondertussen wordt Freud door veel psychologen natuurlijk ook al gezien als een Weense kwakzalver. Maar dat idee van paranoia als een persoonlijkheidsstoornis is uiteraard nog steeds onderdeel van de psychologie. En als je kijkt naar het DSM-4, het handboek voor persoonlijkheidsstoornissen, waar psychologen gebruik van maken, psychologen, psychiaters, dan gaat het over een diepgaand wantrouwen en achterdocht ten opzichte van anderen, waardoor hun beweegredenen worden geïnterpreteerd als kwaadwillig. Dus dat is, als mensen aan die criteria voldoen, dan kun je ze categoriseren, interpreteren als paranoïde. Nou, als socioloog, en dat is natuurlijk gewoon wat sociologen doen ook. Ik bedoel, er is een mooi boek in de jaren 70 verschenen van Christopher Lesch, om maar een voorbeeld te noemen. Die schreef een mooi boek en dat heet The Culture of Narcissism. En dus wat sociologen al snel doen, is als ze denken van, god, als het er heel veel van zijn, en heel veel mensen vertonen dit soort eigenschappen, en heel veel mensen hebben een diepgaand wantrouwen of vertonen narcistische eigenschappen, dan denken ze, nou, dan is dat misschien wel een soort samenleving die aan het veranderen is. Christopher Lesch heeft dat inderdaad gedaan in A Culture of Narcissism, waarin hij zegt van, nou ja, dat is misschien een persoonlijkheidsstoornis, maar wij als moderne mensen in westerse samenlevingen vertonen steeds meer eigenschappen die lijken op dat narcisme. Dus misschien leven we in een narcistische samenleving. Nou, iets vergelijkbaars wil ik eigenlijk nu doen met paranoia en paranoïde denken. En je zou op grond van deze definitie zou je kunnen zeggen van, nou, het zou zomaar kunnen zijn dat het niet alleen maar eenvoudigweg een persoonlijkheidsstoornis is, maar dat we steeds meer gaan richting een paranoïde samenleving. En ik geef daar wat indicaties voor. En ik moet daarbij zeggen dat het echte onderzoek hiernaar moet voor een deel gebeuren nog. Het complotdenken, het conspiratiedenken is door sociologen in ieder geval vrijwel niet of nauwelijks onderzoek naar gedaan. En ik hoop dat er ook vanaf volgend jaar, begin volgend jaar,
En dan krijgen wij een IO die dat allemaal hartstikke mooi gaat uitzoeken. Dus beschouw waar ik het nu over ga hebben, voornamelijk ook als theorieën, hypotheses die we uiteindelijk gewoon grondig willen gaan onderzoeken. En uiteraard ook verwerpen mochten ze niet kloppen. Ik bedoel, dit is de stichting Skepsis, dus ik zeg het maar even. Maar indicaties, hoe zit het met onze samenleving? Als je die psychologische definitie van de paranoïde persoonlijkheidsstoornis pakt en je plakt hem op de samenleving, dan zijn er indicaties dat onze samenleving meer paranoïde wordt. En onze samenleving, dan denk ik, de westerse samenleving, de Verenigde Staten, Europa, en met name Noordwest-Europa, de ontkerkelijke wonen voornamelijk. En dan zie je dat 60% van de Nederlanders is het bijvoorbeeld eens met de stelling tegenwoordig dat je echt niet meer wie of wat je moet vertrouwen. Als je kijkt naar de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau, om die gedegen cijfers, elk jaar verschijnt wel weer zo'n rapport, dan zie je feitelijk dat de verschuiving is. Mensen in Nederland die zeggen eigenlijk als collectief in toenemende mate, met mij gaat het goed, maar met de samenleving gaat het slecht. Nou ja, het is paradoxaal dat iedereen dat roept en dan denk je de mensen zijn toch ook de samenleving. Maar dit is dus wat mensen zeggen. Tegenwoordig weet je echt niet meer wie of wat je moet vertrouwen. Wat sterk wijst op een soort paranoïde denken over de wereld. Tegelijkertijd, een andere indicatie is dat het wantrouwen ten opzichte ten aanzien van de overheid enorm is toegenomen. Dat is gewoon sterk gedocumenteerd in allerlei empirisch onderzoek van de Verenigde Staten, maar ook Europa. En Europa vertoont een vergelijkbare tendens als de Verenigde Staten. In de jaren 60, 1964, was er nog 20% van de burgers in de Verenigde Staten die wantrouwen hadden ten aanzien van de overheid. En dat is in 1998 is dat wel 75%. Dus dat groeit enorm. En iets vergelijkbaars nogmaals vind je in Europa terug. Nou is het natuurlijk zo, en dat moet duidelijk zijn, ik heb het over paranoïde denken. Het is natuurlijk niet zo dat op het moment dat je wantrouwend bent naar de overheid, dat vervolgens paranoïde denken is en dat je een complotdenker bent. Tegelijkertijd kun je het wel omkeren dat de complotdenker over het algemeen, die heeft een sterk wantrouwen naar de overheid toe. Dus het is in ieder geval een belangrijke voorwaarde voor paranoïde denken en complotdenken. En als je kijkt naar wat gegevens hier, en dan blijkt dat 80% van de burgers in de Verenigde Staten gelooft dat de overheid informatie achterhoudt over buitenaardse wezens. En met dat hele gedoe, voornamelijk ook Roswell in de jaren 50 geloof ik, neergestort vliegen. Er zou dus in New Mexico een vliegende schotel zijn neergestort. De overheid houdt die informatie achter en houdt iets onder de pet, zoals Nederlanders dat noemen. 42% gelooft dat de overheid informatie achterhoudt over de aanval van 9/11. En nogmaals, dit zijn geen complottheorieën, maar dit zijn wel belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van complottheorieën. En die zijn er natuurlijk zeker over 9/11 volop. Er is net al even over gesproken. Er zijn allerlei, denk aan zo'n filmpje als Loose Change bijvoorbeeld, een bekend filmpje. Enorm veel gedownload op het internet, waarin inderdaad de complottheorie dat niet Al-Qaeda of moslims, maar de Amerikaanse regering achter de aanslagen zat, volop wordt, voorzien wordt van empirisch bewijs en allerlei narratieven worden uitgewerkt waarin het idee centraal staat dat de overheid in de Verenigde Staten hier achter zat. Dus, in populaire cultuur vind je terug, dat is net ook al gezien, een mooi voorbeeld is inderdaad denk ik de X-Files met als motto Trust No One, waarin elk complot dat opgelost is weer leidt tot een nieuw complot en waar elke deur die zich opent, daarachter wordt weer een deur dichtgetrokken. Dus dit is een soort labyrinth van complotten in de Amerikaanse samenleving waarin gepoord wordt. Dus een hele populaire serie uiteraard. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen, is het een soort dramatische reflectie van wat onder Amerikanen met name ook sterk leeft. Ik bedoel, onder Amerikanen is een soort nadruk op het liberale, autonome individu, wordt ook gewoon de staat altijd al gezien met enige wantrouwen. Nou, tegelijkertijd zien we volop natuurlijk dat die complotten in Nederland ook een rol spelen. Net is het feitelijk ook, is er ook al over gesproken. De Mexicaanse griep, daar zijn volop complotten over en tegelijkertijd is het hartstikke interessant natuurlijk om te zien, en dat zal de volgende stap ook zijn, dat het niet altijd eenvoudig is om zin van onzin te scheiden, want er gebeurt natuurlijk van alles, er wordt van alles onder de pet gehouden, er zijn allerlei coalities en tegelijkertijd worden er ook allerlei
stellingen gedaan op het internet. Waarvan je kunt afvragen of dat nou daadwerkelijk klopt. Hè? Complottheorieën bijvoorbeeld over dat de virussen zelf geproduceerd zijn. Dat is ook een klassieker. Hè? Zoals er ook gezegd wordt dat AIDS inderdaad geproduceerd is. Bijvoorbeeld door de Amerikaanse overheid. Om homo's uit onze samenleving weg te werken. Maar ook bijvoorbeeld dat er in de vaccins vergif zat. Of bijvoorbeeld nanochips, hè, van die minuscule, niet zichtbare chips, waarmee dan uiteindelijk dan de overheid het individu zou kunnen controleren en besturen. Nou, volop complotten, ook in Nederland, ze zijn eigenlijk al aan de orde gekomen, dus ik wil dat deel ook een beetje beperkt houden. Als ik het heb over de paranoïde samenleving, dan kun je dus, en we hebben het net ook al gezien, het is altijd met dit soort met verhalen over complottheorie. Het gaat altijd in de media, maar ook op dit soort conferenties, toch vaak over, maar klopt het nou of klopt het niet? Nou, in zijn algemeenheid is dat natuurlijk überhaupt een onzinnige discussie. En ik wil daar hier ook aan voorbij gaan. Hè. Is het pathologisch? Is het normaal? Ik denk dat je niet te snel moet zijn om te zeggen dat het pathologisch is. Hè, als iemand gelooft in complottheorieën. Ik denk ook dat je niet te snel moet zijn door te zeggen dat het irrationeel is. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, zoals de complottheoretici ongetwijfeld zullen beweren, dat het een superieure vorm van rationaliteit is. Hè? Zoals ze zelf zeggen, no matter how paranoid you are, you can never be paranoid enough. Hè? En daarmee proberen ze natuurlijk duidelijk te maken dat de complottheoreticus aangestuurd wordt door een hoge mate van skepsis. He, en de sceptici onder u zullen weer zeggen, ja, maar die scepticis is allemaal wel prima, maar ze zijn niet op zoek naar falsificatie, maar wel naar verificatie. Tegelijkertijd kun je dan denken, nou ja, is de wetenschap nou echt gevrijwaard van het zoeken naar verificatie? He, er zijn allerlei studies, science and technology studies, waaruit blijkt dat ook in de echte rationele wetenschap allerlei praktijken gangbaar zijn waarbij falsificatie nou niet echt een belangrijke rol speelt en mensen op zoek zijn naar verificatie. Dat omdat ook, we hebben het ook net gezien, wetenschap, of het nou gaat om de medische wetenschap of andere wetenschappen, sterk verbonden is aan belangen. Hè, dus met die dingen wil ik me niet bezighouden. Is het feit of fictie? Dat kun je in zijn algemeenheid niet zeggen en daar wil ik me ook niet mee bezighouden. Hey, ik bedoel, we hebben, het is net ook al langsgekomen, er zijn heel veel complottheorieën die gebaseerd zijn op de werkelijkheid. Er zijn heel veel complotten geweest. Ik denk aan Watergate, aan dingen die gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen. Dus je kunt niet eenvoudig zeggen dat het fictie is. Hey, ik bedoel, en je kunt ook niet per definitie bewijzen dat een complottheorie niet waar is. Hey, een complottheoreticus kan misschien niet overtuigend laten zien dat het klopt, maar het is niet altijd eenvoudig om ook als buitenstaander te laten zien dat de complottheorie niet klopt. He, dus daarin, dat is ongeveer het veld waarbinnen de complottheorie zich beweegt. Nou, waar ik hier dus voor kies is het cultuursociologisch perspectief. En feitelijk gaat het me er hier om ook. He, dat dit soort redeneringen ook niet relevant zijn. He, het gaat er vanuit het cultuursociologisch perspectief niet om in de eerste plaats wat waar is, maar wat mensen voor waar houden. He, wat mij betreft, voor mij is het hetzelfde als bijvoorbeeld in de godsdienstsociologie. Ja, je kunt gewoon als godsdienstsocioloog wel onderzoek gaan doen naar religie en je bezighouden of God wel of niet bestaat. Als cultuursocioloog zijn dat soort vragen waar mensen zich natuurlijk zelf en terecht volop mee bezighouden minder relevant. Je doet onderzoek naar ideeën, naar het geloof van mensen en of dat waar is of niet, is irrelevant. Zo is het ook met complottheorie. Dus de vraag is relevant, hoe zijn complottheorieën in het Westen door de tijd heen veranderd? En hoe is de aantrekkingskracht te verklaren van het bredere maatschappelijke ontwikkeling? He, door complottheorie en de aandacht daarvoor bestaat niet in een vacuüm. He, dat is gegeven in een bepaalde tijd, in een bepaalde plaats. Ze veranderen in de tijd en ze worden mogelijk populair en minder populair. En dat kun je als cultuursocioloog onderzoeken. Daar wil ik me dus mee bezighouden. Hoe zijn complottheorieën veranderd door de tijd heen? En nogmaals, het is een stelling en ik bedoel, daar mag ook volop uiteraard op gereageerd worden uiteindelijk. En hoe is de aantrekkingskracht te verklaren vanuit onze veranderende samenleving? De eerste ontwikkeling, de verandering als het gaat om complottheorie, dat is een verandering, zou ik willen zeggen, van secure paranoia naar insecure paranoia. En dat ga ik uiteraard uitleggen. Kijk, iedereen zal altijd zeggen, als we het hebben over complottheorieën, maar complottheorieën zijn toch van alle tijden. Dat lijkt me duidelijk, dat is net ook al overtuigend duidelijk gemaakt.
daar zit ongelooflijk veel variatie in. Dat is ook al heel lang aan de gang. Maar er is ook, wordt vaak ook beweerd, hè, dat er twee grote stromingen zijn, historisch gezien als het gaat om de complottheorie. En dat zijn complottheorieën over Joden en dat zijn complottheorieën over geheime genootschappen. Hè, variërend van de Illuminati, de Rozenkruisers, de Tempeliers. Ze zijn allemaal al langsgekomen, dat is het fijne daarvan dat ik dat niet meer allemaal uitgebreid hoef te bespreken. Nou, je kunt zeggen, sociologisch gezien, is de traditionele complottheorie, de complottheorie over Joden of geheime genootschappen, ideaal typisch gesproken een vorm van secure paranoia. En je zou kunnen zeggen dat zijn vaak complottheorieën over een exotische ander die staat buiten de samenleving. Je kunt denken inderdaad, ja goed, aan Joden zijn een goed voorbeeld, maar moslims natuurlijk ook. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan bijvoorbeeld de communisten. Je zou kunnen zeggen dat in de Koude Oorlog en het McCarthyisme in de Verenigde Staten in de jaren 50 van de vorige eeuw, ja, dat dat een heel goed voorbeeld is van secure paranoia. En er is een exotische ander, die komt niet, als het gaat om communisten, die komen niet hier vandaan, die komen uit Rusland, dus ze komen van buitenaf. We weten precies wie ze zijn, het zijn de communisten. En ze zijn gevaarlijk. Nou, dat is een voorbeeld van secure paranoia. Omdat je weet dat het de ander is en je weet ook precies wie het is. Het is één groep. Je kunt ze lokaliseren in je hoofd, imaginair. Dat heeft, zou je kunnen zeggen, een sociologische functie. Dat versterkt de identiteit, de eigen identiteit. De eigen identiteit in dit geval bijvoorbeeld van wij Amerikanen tegenover zij de communisten. En dat heeft dus een zekere sociologische functie, want je kan zeggen dat je eigen normen, je waarden, je identiteit wordt sterker daarmee. En dus het heeft ook een goede functie voor een land, voor een cultuur, zou je kunnen zeggen, sociologisch gezien. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, de functie van secure paranoia, dat het de eigen identiteit versterkt. Nou, dit is ideaal typisch. Ik beweer nu op geen enkele manier dat er geen secure paranoia is, maar ik denk dat de grote verandering is in ieder geval de stelling, is dat we steeds meer terecht zijn gekomen in de vorm van insecure paranoia. He, dus van de exotische ander, het demoniseren van die exotische ander, de Jood, de moslim of de communist, en over die moslims worden dan vast vragen gesteld, dat lijkt me leuk om het daarover te hebben. Daar zijn we steeds meer onze eigen samenleving gaan demoniseren. En dus je ziet eigenlijk in enorm populaire complottheorieën, ook die vandaag over tafel zijn gegaan, dat het niet zozeer die exotische ander is, maar dat het onze eigen moderne instituties zijn. En dus het is de staat, het is de bijvoorbeeld de medische wetenschap, het is de elite in de multinationals, het zijn onze eigen instituties. Je zou kunnen zeggen, in de krochten van onze eigen instituties zitten de mensen die van binnenuit ons aan het belagen zijn. Nou, dat is een voorbeeld, een dimensie van insecure paranoia. Waarin het insecure is, omdat wij het is niet meer de ander, wij zijn het zelf geworden. Een tweede dimensie van insecure paranoia zou je kunnen zeggen, het is niet langer één groep. Het is bijna altijd een groep van verschillende coalities van samenzwerers. Het is altijd een coalitie tussen bijvoorbeeld de staat, de multinationals en andere groeperingen die handjeklap hebben gedaan en de machten hebben verdeeld. Dus het zijn vaker allerlei soorten coalities en minder één groep. Nou weet ik ook wel dat historisch dit in dit soort gevallen ook volop voorkomen. Maar nogmaals, het is een hypothese. Ik zou dit ook gewoon willen onderzoeken, dat is ook het idee. In de derde plaats, ook als het gaat over de functie zou je kunnen zeggen, en dan begeef ik me op glad ijs, want dan zit ik bijna al tegen niet alleen de sociologische, maar ook de psychologische functies aan. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen dat als het gaat om secure paranoia, dan is er altijd closure. Je weet wie het gedaan heeft, het is alleen nog een kwestie van ze pakken en je bent klaar. Het is het einde, het is opgelost. In insecure paranoia is het feitelijk altijd een open end. Ik heb net al het voorbeeld gegeven van de X-Files. Elke deur die open gaat, daar wordt een andere deur weer dichtgetrokken. En dat is het soort van paranoia waar je steeds meer mee te maken lijkt te hebben. Het probleem is nooit opgelost. Er is altijd een ander geheim wat niet ontraadseld is. Wat connecties heeft met de partijen die je eerder hebt bekeken, onderzocht als complottheoreticus. En dus dat lijkt de nieuwe configuratie die je hier vindt.
He, dus je zou ook kunnen zeggen waar die, he, inderdaad, pak het toch maar weer op, de psychoanalyticus Freud, en waar die oude, waar in de oude variant er in zekere zin een soort catharsis is van, nou, dit is, he, we weten wie het gedaan heeft, we weten wie de boeven zijn, daar is catharsis hier onmogelijk gemaakt, he, omdat er altijd ergens een sinister complot is waar we niet langer van weten hoe dat in elkaar zit. Dat is insecure paranoia. He, om een voorbeeld te geven, een conspiranoia van Jackson, en dit soort redeneringen. Ik bedoel, dit is natuurlijk een enigszins ironisch citaat. Find out the real story behind the IRS, Nazis, JFK, Freemasons, Bill Gates, LSD, de KKK, de Military Industrial Complex, de FBI, Teletubbies, NASA, Mad Cow Disease, Jerry Garcia, and how they are all connected. Mijn stelling is dus inderdaad dat dit is het type van complottheorie, van complottheoretiseren, dat je nu meer vindt dan dat je vroeger vindt in het Westen. En dat zou je kunnen omschrijven als insecure paranoia. Nou is vervolgens natuurlijk de vraag van, dit is de eerste stelling over hoe complottheorieën hier in het Westen zijn veranderd, even los van of het gegroeid is of het meer of minder is. Ik denk dat heel moeilijk vast te stellen is. Maar hoe is het nou te verklaren dat zoveel mensen daar nu mee bezig zijn, toch? He, je ziet toch dat veel mensen daarmee bezig zijn. En ook als je er met mensen over praat, dan zeggen ze dat vervolgens ook. Nou, dat is toch heel raar, want ik sprak laatst met die, dat is een oud klasgenoot. Dat is toch echt geen domme jongen. En die gelooft dat de Amerikanen achter 9-11 zitten. He, dus ook veel mensen hebben zelf het idee van, god, dat is toch niet alleen maar voor die crackpots, van die exotische zonderlingen, maar dit is echt iets wat steeds meer mensen doen. Nou, een sociologische verklaring in twee stappen. Ik heb eigenlijk grofweg twee grote verklaringen waarin ik de veranderende samenleving als uitgangspunt wil nemen voor het feit dat, ja, gewoon, dat er een vruchtbare bodem is voor complottheorieën. En de eerste is, je kan het zeggen, het epistemologische moeras waarin we nu zitten, of in andere woorden, absolute kennis is problematisch geworden. Nu meer dan ooit. Dus daar zit wel een soort historische claim ook in. Als je, en ik denk daarbij dus niet in de eerste plaats aan allerlei kennistheoretische bespiegelingen. Dus ik ga hier niet een geschiedenis van de kennistheorie geven van Kant tot nu of zo. Nee, het gaat mij primair om dat kennis problematisch is geworden op het niveau, op het alledaagse niveau. Op het niveau van gewoon de burger en het alledaagse leven. Je zou kunnen zeggen daarin, nogmaals, dit debat is volop aanwezig in de wetenschappen, heel onder postmodernisten die verwijzen naar wetenschappen, zeggen ja, wetenschap is ook maar een verhaal, et cetera, et cetera. Daar wil ik het niet in de eerste plaats over hebben. Het gaat erom hoe dat maatschappelijk gezien is veranderd. En je kunt zeggen in ieder geval dat als je naar Noordwest-Europa voornamelijk kijkt, in Nederland in het bijzonder, dan zie je dat gevestigde autoriteiten en de kennis die zij produceren of die zij naar voren brengen, dat die zijn gaan wankelen. He, ik bedoel, aan de ene kant zie je natuurlijk dat de kerk, de priester en alles wat daar aan vast zit is gaan wankelen. Al het sociologisch onderzoek laat zien in dat opzicht dat er secularisering is. Kijk naar Nederland. In de jaren 50 geloofden nog 80-90% van de mensen ging regelmatig naar de kerk, was gelovig. Nu is dat nog maar zo rond de 30%. Dus dat gaat allemaal enorm snel. Die autoriteit van de kerk en de kennis die ze produceren is problematisch geworden. Ook wetenschappelijke kennis is problematisch geworden. En je ziet dat ook wetenschappelijk uit onderzoek blijkt, en dat is interessant, hè? Want vaak is natuurlijk het idee ook van dat de wetenschap vervangt, zeg maar, de soort van religieuze kennis. He, dus wetenschappelijke kennis vervangt religieuze kennis. Maar je ziet op alledaags niveau, uit een heleboel verschillende surveys blijkt eigenlijk, dat wetenschappelijke kennis ook in toenemende mate betwijfeld wordt door mensen. He, dus het is nog maar de vraag of dat eenvoudige schema zo werkt op die manier. Nou ja, aan de ene kant heb je dus de religieuze specialisten en de wetenschappelijke specialisten. En dan, wie is deze laatste meneer hier? Die heb ik iemand? Hilterman. Ja, wat fijn dat jullie dat weten. Die heb ik genomen omdat ik denk dat hij ook heel goed weergeeft. G.B. Hilterman is iemand, we sprak altijd over de toestand in de wereld. En werd toch ook vaak gezien als een autoriteit die wat wist.
Iemand die wist hoe de wereld in elkaar zat, et cetera, et cetera. Dus dit is een soort samenleving waarin in de jaren 50 zou je kunnen zeggen, ja goed, het is allemaal een beetje schematisch misschien, maar waarin gewoon nog er autoriteit was. En die autoriteit die produceerde kennis. En die kennis werd min of meer serieus genomen. Daar werd op gebouwd en daar kon mensen op vertrouwen. En je ziet in toenemende mate, ik heb toch maar een postmodernist ingefietst hier, dat er gesproken wordt over het einde van de grote verhalen. En daarmee wordt inderdaad wel bedoeld dat de grote seculiere verhalen van wetenschap en de religieuze verhalen feitelijk aan geloofwaardigheid verliezen. Aan de ene kant misschien binnen de wetenschap zelf, maar aan de andere kant ook onder het volk. Hoe komt nou precies? Er is in toenemende mate een wantrouwen ten aanzien van autoriteiten en een delegitimatie van hun waarheidsclaims. Nou, er zijn natuurlijk een complex aan factoren die daar een belangrijke rol in spelen. Ik benoem er een aantal. Eén daarvan is bijvoorbeeld natuurlijk tegen de media. Laat ik die gewoon maar oppikken en centraal stellen. De rol van de media is enorm belangrijk. Ik kan verhalen vertellen over individualisering, dat is een belangrijk, speelt een belangrijke rol. Maar de media is heel erg belangrijk hierin geweest. En je ziet in de eerste plaats bijvoorbeeld dat de media per definitie de tegenstrijdigheid en de meningsverschillen laat zien van experts. En je kunt zeggen, die meningsverschillen waren er natuurlijk altijd wel, maar ze worden uitgelicht. Sterker nog, niet zo'n leuke show als Bij de Wereld Draait Door, als dat je twee experts tegenover elkaar laat zitten en ze tegen elkaar uitspelt voor de amusementswaarde. Want wat is nou leuker dan twee experts die met elkaar oneens zijn? En dus de media maakt transparant, zou je kunnen zeggen, wat feitelijk altijd al inherent is geweest aan delen van de wetenschap. Namelijk dat er tegenstrijdige ideeën zijn over hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Dus dat is één. Daarmee hernemen mensen hun autonomie. We hadden het nu in de pauze net even over het Milgram-experiment bijvoorbeeld, wat volgens mij in dit kader relevant is. Omdat dat experiment van Milgram laat zien dat volgens mij was het in de jaren 50 geloof ik dat Milgram-experiment ook, dat op het moment dat je één wetenschappelijke autoriteit hebt die zegt van jij moet nu schokken geven aan dit proefpersoon, dan zullen mensen dat doen. Op het moment dat er een tweede autoriteit ingefietst wordt, en ze gaan onderling een beetje bakkeleien of het wel of niet moet, dan hernemen mensen hun autonomie in die situatie. Bleek. Nou, zoiets kun je in cultureel opzicht ook beweren, dat we in toenemende mate allerlei berichten hebben van experts, dus we gaan ze gewoon als collectief minder geloven. Ik bedoel, elke mening van een expert is niet meer een waarheid, is niet meer absoluut, is eerder een idee over hoe de werkelijkheid mogelijk in elkaar zou zitten, et cetera. Nou, een tweede is natuurlijk het internet. Ik bedoel, de internet is natuurlijk bij uitstek het medium waar mensen ook actief en niet alleen kunnen twijfelen aan de verschillende expertise die er is, maar ook actief daar alternatieven in elkaar kunnen knutselen. Dus verschillende ideeën mengen en vaak ook gewoon op gevoelsbasis, op intuïtie, gewoon maar van alles in elkaar knutselen. Ik denk dat op dit moment zijn voornamelijk de artsen worden gewoon volledig gek van de mensen die volledig proto-professionaliseerd zijn en op internet van alles vinden, in elkaar knutselen, het voorleggen als theorie en vragen of de artsen het daarmee eens zijn. Nou, zoiets heb je natuurlijk met het internet. Op het internet zou je kunnen zeggen, ja, kan het volk, ook gewoon de burger, kan actief gewoon meedenken over hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Of dat goed is of dat slecht is, ik bedoel dat terzijde. Maar in ieder geval zie je daarmee dat kennis nog problematischer wordt. Wat waar is en wat niet, is steeds problematischer. Dus er worden op het internet alternatieve theorieën ontwikkeld. Je zou kunnen zeggen met een overdrijving, waarheid wordt zo, implodeert tot informatie die naar believen en op grond van overtuigingen gemanipuleerd kan worden. Je kunt dat op verschillende manieren in elkaar knutselen. Als ik het volgens mij was het Umberto Eco, die in de slinger van Foucault, op een gegeven moment, daar werd het experiment uitgevoerd van, je kan allemaal variabelen in de computer van allerlei historische gebeurtenissen in je computer gooien. Je gooit daar een aantal causale pijlen tussen en je hebt een soort padanalyse over hoe het is gegaan. Het is volstrekt random. Maar zo kan je met informatie omgaan. En voor je het weet is het nog waar ook. Want volgens mij was dat ook de stelling die daar verkondigd werd. Maar zoiets iets vergelijkbaars doet zich hier dus voor. Dus dan krijg je inderdaad de vraag van, is Jezus Christus de zoon van Maria Magdalena? Waarom niet? Was de landing op de maan een Hollywood-productie? Ja,
dat wordt volop beweerd. We hebben het net ook gehoord. Je kunt zeggen, waarom niet? Er zijn misschien niet direct bewijzen voor, maar er gebeuren gekke dingen. En al op het moment dat er geen vaste autoriteiten meer zijn die vertellen hoe de wereld in elkaar zit, is alles mogelijk, zou je kunnen zeggen. Dus in dat extreme klimaat van skepsis gebeurt er van alles. Klopt de long gun theory, zoals door de Warren Commissie na de moord op Kennedy in 1963 werd geformuleerd, klopt die? Dit is als het ware het archetype van de moderne complottheorie. Er zijn inderdaad duizenden boeken en duizenden theorieën die elkaar soms uitsluiten, overlappen, waar random allerlei informatie vandaan wordt. Dat kan in zo'n klimaat waarop kennis, waarop absolute waarheid problematisch is geworden, kan dat. Iedereen zijn eigen theorie. En daar zit dus een zekere paradox in. Dus dit is de eerste verklaring, er zit een paradox in. Omdat tegelijkertijd complottheorieën en complottheoretici streven naar waarheid. Denk aan het slogan van de X-Files, de werkelijkheid is complex, ingewikkeld, maar uiteindelijk the truth is out there. Maar de paradox en de ironie, zou ik willen zeggen, is natuurlijk ook dat die drang van de complottheoreticus om uiteindelijk tot de waarheid te komen en een eigen theorie te ontwikkelen, en vaak ook onderbouwd weer met referenties naar andere boeken, die dan ook alweer ergens tussen feit en fictie aan het schipperen zijn, waar het in ieder geval niet duidelijk is of ze wel of niet waar zijn, dragen daarbij bij aan die postmoderne verwarring over wat waar is en wat niet, feit en fictie, hoofdzaak en bijzaak. Dus dat is dus in zekere opzicht de kennisparadox, dat complottheoretici, die willen juist in die informatiechaos, willen ze opheldering, maar door het produceren van nieuwe theorieën dragen ze eigenlijk eerder bij aan de informatiechaos. Waarbij het onduidelijk is wat waar en wat niet waar is. Dat is de eerste verklaring, zo zijn er een paar te formuleren. De andere verklaring is, zou je kunnen zeggen, dat sociale systemen ondergrondelijker zijn geworden. Klassieke sociologen, die eigenlijk al zien dat met de opkomst van de moderniteit, met de opkomst van een moderne staat en de ontwikkeling van technologieën om die staat beheersbaar te maken, is er eigenlijk een situatie ontstaan waarin we van een soort lokale, lokaal bestuur naar een meer landelijk bestuur zijn gegaan en dat we echt systemen moesten ontwikkelen. En die systemen, Max Weber die spreekt over de bureaucratie, die schrijft bijvoorbeeld over de bureaucratie. En hij zegt, de bureaucratie en het bureaucratisch apparaat is zo'n systeem. Die is enorm effectief. Dus dat is een effectieve manier van besturen, de bureaucratie. Dat zullen we nu niet zo hard meer roepen. Tegenwoordig gaat het vooral over bestuurlijke obesitas en daar hoort dan de bureaucratie natuurlijk ook bij. Maar hij zegt vervolgens, het is effectief. Maar tegelijkertijd zijn die systemen voor mensen problematisch geworden. Want zij zijn niet opgenomen en onderdeel van het systeem, maar ze staan daar tegenover. Het zijn systemen waar ze zich vervreemd van voelen. En daardoor ontwikkelde hij dat beeld van een staalhartig gehoize, een ijzeren kooi, waarin de moderne mens, waar tegenover de mens, de moderne mens staat. Het bureaucratische apparaat van stugge ambtenaren, rationele procedures die mensen niet meer kunnen doorgronden, maar die op een soort macroniveau dan uiteindelijk wel effectiever zijn. Dat is natuurlijk een idee wat je terugvindt sterk in complottheorie. En je zou kunnen zeggen dat is nog verergerd. In de tijd van Max Weber, gewoon zo'n 100 jaar geleden, toen was dat nog allemaal relatief lokaal, hooguit op staatsniveau. Maar dat is ook allemaal gemondialiseerd. Dus je zou kunnen zeggen dat de systemen nog ondergrondelijker zijn geworden. Kijk naar de overheid bijvoorbeeld. Ook weer ideaaltypisch. Een bestuur in een dorp is voor het gevoel, in het idee, transparant. Je kan de burgemeester in de ogen kijken. Je hebt het idee dat er gewoon dat er nog controle is. Op het moment dat dat meer nationaal is en uiteindelijk meer mondiaal, dan hebben mensen niet meer het idee hoe dat zit met die machtscentra. Waar begint de macht? Waar houdt de macht op? Wie hebben machtscoalities met wie? En je kunt zeggen met het mondialiseren, het grenzeloos worden van de wereld, het opent ook de grenzeloze fantasie over waar die machtscentra zich dan precies bevinden. Dat is in toenemende mate natuurlijk minder duidelijk. Bij financiële markten
zou je kunnen zeggen, gebeurt iets vergelijkbaars. Ik bedoel, dit is geen portemonnee die je in je hand hebt. Dit zijn gewoon systemen die out of control zijn. Zoals we, geloof ik, de afgelopen jaren wel hebben kunnen zien. Er zit alles grijpt in elkaar. En het is zelfs voor economen, en veel economen geven natuurlijk ook gewoon aan, dat veel voorspellen is koffiedik kijken. Maar en doorgronden van die systemen is het enorm ingewikkeld. Nou, het internet tot slot is een voorbeeld natuurlijk van hoe technologie ook niet meer controleerbaar is. Het internet, op het moment dat jij een bericht I love you in je brievenbus krijgt, in je mailbox krijgt, dan kan dat zomaar ook gewoon een nare boodschap zijn, een kwaadaardig virus van een hacker aan de andere kant van de wereld. En dit zijn situaties, je zou kunnen zeggen, waarin die systemen een soort projectieschermen worden. Een soort, omdat ze niet transparant zijn, omdat ze niet begrijpbaar of controleerbaar zijn, in ieder geval in de hoofden van mensen, want daar hebben we het dan in de eerste plaats over, gaan mensen daar allerlei kwaadwillende intenties op projecteren. Dus die ondergrondelijkheid van die systemen is een tweede belangrijke reden. Daar zit iets anders aan vast. Die angst voor omnipotente systemen leidt tot wat Mellie noemt agency panic. De angst dat wij als individu bepaald zijn. De angst voor indoctrinatie. Dat ik hier sta te praten en dat wat ik hier doe en wat ik zeg, dat ben ik niet. Dat is mij ingefluisterd door die grote systemen als het ware. Er zijn natuurlijk allerlei radicale voorbeelden van, en ik bedoel, om het punt te maken, neem ik de meest dramatische, fictieve versies. Je zou kunnen zeggen, dit zijn dramatische voorbeelden van die angst, de Truman Show van Peter Weir, die speelt daar met het idee van een man, ik ben even de naam kwijt, hoe heet je nou? Jim Carrey natuurlijk, die erachter komt, terwijl hij al op een vrolijke manier door een gezellige suburb loopt, waar hij zijn hele leven al rondloopt, en op een gegeven moment valt er een camera uit de lucht. En dat is als het ware het begin van een zoektocht naar de echte werkelijkheid. En die echte werkelijkheid is dat hij in een reality show zit. En dat hij daar al als baby, werd hij daar al ingezet in die enorme studio. En dat is dus zijn leven. Het is het complot van de media. De media zit achter zijn leven. Hij heeft geen agency meer. Hij heeft geen identiteit. Hij is niemand. Hij is erin geluisterd. Dus de media heeft het complot gesmeed. Dat is een heel goed voorbeeld van agency panic. Het gevoel dat je hebt als je kijkt naar die systemen, dat je bepaald bent door die systemen. En een ander voorbeeld, en misschien nog wel een beter voorbeeld daarvan, is de Matrix natuurlijk. En dat is eigenlijk precies een vergelijkbaar narratief. Hier in de Matrix is het Keanu Reeves, de helft van het verhaal, die er op een gegeven moment achterkomt dat de realiteit waarin hij leeft niet de echte realiteit is, maar een realiteit geproduceerd door artificieel intelligente machines. Een virtuele realiteit. In de echte realiteit ligt die als een soort menselijke batterij in een soort koepel met andere mensen, volstrekt passief. En wat hij beleeft in zijn leven is een virtuele realiteit die met elektroden op zijn hersens aan hem wordt voorgeschoteld. Nou ja, en hij heeft natuurlijk de taak om de mensen te redden van die artificiële intelligente machines en terug te halen naar de echte realiteit. Maar dit zijn paranoïde verhalen. Dit zijn paranoïde verhalen die gebaseerd zijn op agency panic. En de angst voor alom aanwezige ondergrondelijke systeem. Nou, mijn conclusie. Volgens mij. Oké, altijd plak aan je denkt. Conclusie, kort. Ik heb al even naar hem verwezen, naar Max Weber, bekende klassieke socioloog, en schreef over de ontstoking van de westerse wereld. Je zou toch op zekere hoogte kunnen zeggen wat complot, de functie van complotdenken. De functie van complotdenken is zingeving voor een belangrijk deel, zou je kunnen beweren. En dit is natuurlijk ook weer een hele ingewikkelde kwestie, omdat het er toch niet om gaat of het nou echt of dat het niet echt is, maar de functie van, of dat het waar of dat het onwaar is, maar de functie van complotdenken lijkt heel sterk op een soort van spirituele of religieuze zingeving. Max Weber die voorspelde inderdaad van, of die beschreef de wereld en hij zei, we hebben te maken met een onttovering van de wereld, waarbij het magisch-mythische denken en het mysterie uit de wereld verdwijnt onder invloed van wetenschap en technologie.
En dat ligt wat complexer zoals je het bedoelde, maar dat is de kern. Ik denk dat in de algemene zin dat Max Weber dat helemaal verkeerd heeft gezien. We hebben het hier over complotdenken, maar we hebben New Age, we hebben het occult, we hebben het paranormale en noem maar op. Dit is natuurlijk een hele andere variant, maar je ziet wel dat er verwantschappen lijken te zijn met bijvoorbeeld magisch denken. Voor een complottheoreticus kan een kleine aanwijzing kan iets betekenen, iets groters betekenen, zonder dat dat onmiddellijk empirisch evident is. Zoals een magische denker bijvoorbeeld een zwarte vogel kan zien, een raaf, en daarna voelt hij zich ziek, dan kan hij een connectie zien tussen die raaf en zijn ziekte. Een connectie die niet empirisch aantoonbaar is. Iets vergelijkbaars zie je soms bij complotdenkers. Tegelijkertijd, wat ik interessant vind, is ook de terugkeer van het mysterie natuurlijk. Voor Weber was het mysterie, de natuur kan geen raadsel meer zijn. Het geloof in dat de stenen, de wolken, de wereld bezield is, bijvoorbeeld, animistische ideeën, ja, onder invloed van wetenschap, verdwijnt dat. De wereld is en de wereld betekent niks meer. Dat is ook het tragische, volgens Max Weber, van de onttovering van de wereld. Dat je gewoon niet meer de zin van de wereld kunt bepalen. Maar je ziet feitelijk dat mysterie toch weer een belangrijke rol speelt. Misschien in complotdenken niet in de eerste plaats in de natuur, maar eigenlijk veel meer in de samenleving. Achter de maatschappelijke coulissen. Daar zit het mysterie. En daar zit ook een belangrijke aantrekkingskracht misschien van complottheorie. Dus je zou kunnen zeggen dat tot slot complottheorieën los van de hele kwestie of het waar is of het onwaar is, of het zin of dat het onzin is, maar dat complottheorie op een paradoxaal zingeving systeem is. Het biedt agency in een wereld waarin kennis en sociale systemen oriënterende functie verliezen. Agency in de zin dat de wereld mag chaotisch zijn, maar uiteindelijk is the truth out there. En uiteindelijk kun jij als denker en met je cognitieve vermogens erachter komen hoe de werkelijkheid, die complexe werkelijkheid, uiteindelijk in elkaar zit. Dus dat is uiteindelijk denk ik een belangrijke dimensie van het complotdenken. Daar wou ik het voorlopig bij laten. Paper is open voor discussion, dus dat is een mooi heet. Er was al iemand die had zich gemeld. Ik ben van een dadelijk iets verser geworden dan ik. Maar in onze jeugd weet ik nog heel goed, toen ik als 19-jarige in Londen kwam, dat ik meedeed aan een performance, dat ik dan een papier moest tekenen. Als de raketten vertrekken, waar ze nu staan? In de kelder of op straat? Ik weet nog dat ik die op straat heb getekend. Maar dat was toen helemaal niet zo illusoir. Je had natuurlijk die zeer angstaanjagende oorlog tussen twee grootmachten die meerdere keren de aarde konden vernietigen, als het ware. Die angst is weggevallen. Ik denk dat je dat ook niet mag onderschatten als een. Dat dat dan zuigt als het ware, niet blijkbaar een groot gat in ons hart, waar dat soort complottheorieën naartoe worden getrokken. En inderdaad, sociologische theorie die de opeenvolgende angsthypes onder andere relateert aan het ineenstorten van het IJzeren Rijk. En het van het IJzeren Rijk. Het Rijk van het Kwaad natuurlijk, het IJzeren Gordijn. Alleen Regensrijk van het Kwaad. En dat is punt 1. Punt 2 is het dus dat. Ja, dat momenteel natuurlijk voortdurend problemen moeten gecreëerd worden om aandacht en onderzoeksgeld te krijgen. De mannen die hier zitten mogen erop rekenen als ze 50 zijn dat ze nog ongeveer 88 gaan worden en de vrouwen dat ze 90 gaan worden. De vraag is wat verwacht u nog meer? En dan krijgen we dat een overheid ons voortdurend zegt dat wij bijzonder ongezond leven. En zegt natuurlijk dat wij bedreigd worden door milieugevaren. En als hij zegt van ja, maar je vindt daar niks van terug, ja, met zijn complot. Je hebt natuurlijk een goede voeding natuurlijk. Onze voeding is eigenlijk alsmaar gezonder geworden, maar dat is eigenlijk ook een complot. Dat is nu een boek zelfs van een befaamde oncoloog die in omloop dat zegt van ja, kijk, die roken zijn niet zo belangrijk als oorzaak van mondkanker. Dat is eigenlijk opgezet, zo bij ons is dat een complot om die
voedingsdeskundige van oorsprong, om al die voedingsgevaren te verhullen, want eigenlijk krijgen we nog wel een kanker van ons eten. Ja. Wat het eerste betreft denk ik, althans ik hoop ik dat ik daar in ieder geval een suggestie voor heb gegeven, dat juist dat weg bij hen, ik bedoel 1989, het wegvallen van het ijzeren gordijn, dat dat als het ware een soort opmaat juist was voor de ontwikkeling van secure paranoia en insecure. Dus het een vervangt het ander. Dus dat is een beetje zoals ik het probeer te poneren. En met, als het gaat om de antwoord op je tweede punt. Dus ik zeg niet dat het nooit eerder is geweest, maar dat er een verandering plaatsvindt. Althans, dat is mijn stelling die ik nog verder heel graag zou willen onderzoeken. Het tweede is dat ik, als het gaat om de productie van complottheorieën, omdat het om de productie van dit soort toestanden. Dat deed me eigenlijk onmiddellijk denken aan waar ik het gisteren met iemand over had, die hype rond Sinterklaas. Waarbij Dick Maas en Johan Nijenhuis, allebei. Dick Maas heeft een film gemaakt, Sinterklaas, waarin Sinterklaas een horrorfiguur is, die posters hangen door de hele stad. Johan Nijenhuis is ook een filmmaker die zich daar enorm druk over maakt, en omdat hij dat gevaarlijk vindt voor de tere kinderzieltjes. Eigenlijk ben ik er ook van overtuigd, als het gaat om de productie van dit soort situaties, ja, dat dit gewoon, zonder meer dat het gewoon waarschijnlijk hele leuke en lieve vriendjes zijn, filmmakers, en dat hij tegen die Nijenhuis heeft gezegd, kijk, als jij nou ruzie met mij maakt, komen we in de wereld draait door, we komen bij Paul Witteman en dan gaat mijn film draaien als een dolle. Dat is waarschijnlijk wat er gebeurt. Dus ik ben het daar volledig mee eens. Dat die kans is onderbelicht in dit verhaal. Maar dat is wel een hele interessante dynamiek. Op het moment dat mensen, en voornamelijk mensen in machtsposities, begrijpen hoe op een of andere manier dit soort controversies gebruikt kunnen worden om aandacht te krijgen, ja, dan krijg je een nieuw type complotten. Dus dat is hartstikke interessant. En feitelijk, denk ik, uw verhaal dat u zojuist vertelde is daar een wat, dit is een vrij triviale variant, waar u het zojuist over had, is een wat gewichtigere variant, maar het is een belangrijke ontwikkeling, denk ik. Voor mij is een vraag. Allereerst vind ik het echt een hele interessante lezing, dus dat wou ik ook mee zeggen. En ten tweede had ik een vraag over, want er wordt steeds meer in een andere vorm van secure en insecure, maar ik vroeg me af, wat voor dingen zouden er dan misschien weer kunnen zijn die het weer verminderen? Of ziet u misschien een ontwikkeling in... Nou, hij wordt alleen maar slecht. Ja? Of zou het onderwijs misschien er iets in kunnen? Nou ja, kijk, ik ben daar altijd heel slecht in. Om dan inderdaad van, wat kunnen we daar doen om het gevaar te remmen of zo? Ik probeer altijd een analyse te geven. Ik weet niet zo goed hoe het... Het lastige, het paradoxale is, want ik heb inderdaad ook wel eens iemand van Binnenlandse Zaken hierover rond de Mexicaanse griepvirus die mij daar een keer over belde. Wat kunnen we er nou mee doen? Betere informatie geven. Is dat het? Nou, misschien, maar aan de andere kant twijfel ik daar dus over. Omdat ik denk, vermoed, met de wantrouwende burger van nu, kun je het niet goed doen. Ik bedoel, is het gewoon volgens mij, als je A zegt, dan komt er dit verhaal, als je B zegt, dan komt er dat verhaal. Kijk naar de politiek. Op het moment dat mensen zich dat politici zich opstellen als afstandelijke bestuurders, dan zijn ze enge afstandelijke bestuurders die gewoon geheimen hebben. En achter die façade gebeurt van alles. Op het moment dat ze, zoals het vorige kabinet dat in de eerste 100 dagen deed, gewoon zich meer richten op de burger en de kloof tussen burgers en politiek proberen te dichten, dan is dat ook gevaarlijk. Want ze lachen naar de burger. Dus wat gaat er achter die grijns? Weet je, dat is, waarschijnlijk zegt dat heel veel over mijn cynische blik over hoe je dit kunt oplossen. Ik zie dat niet, ik denk dat dat niet zo heel eenvoudig is. En zoals ook denk ik dat dat echt komt omdat dit wel trajecten zijn, processen zijn, die echt diep verankerd zitten in onze cultuur. Kent u nog het verhaal heer Bommel en de Urgebaners? Sorry? Kent u nog het verhaal heer Bommel en de Urgebaners? Nee, die ken ik niet. Die staat wel weer voor mij. Kan ik aanbevelen. Zit er ook niet een bepaalde relatie tussen de vervreemding waar we mee te maken hebben en de gigantische schaalvergroting? Er werd gesproken in de jaren 60 van de Global Village, maar de afstand wordt natuurlijk steeds groter tot wie of wat bestuurt. De mythologisering van Europa en de G20 en noem het allemaal op. Voor de burger is dat eenvoudig niet meer te happen en zeker geen binding meer mee te ontwikkelen. Ja. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd, ik denk dat ik, dat bedoel ik als ik het heb over je ondergrondelijke systemen. Ik denk dat ik daar heb ik het voor een belangrijk deel over. Dat
het bestuur gewoon steeds meer verwijderd raakt van de burger. En ik bedoel, en op het moment dat je een Europese Unie hebt en uiteindelijk meer een mondiaal bestuur, ja, dan is dat onoverzichtelijk. En dan krijg je dus, zoals u dat noemt, inderdaad een zekere mythologisering. Misschien noodzakelijkerwijs zelfs wel. Want wat kun je anders dan op die manier erover denken als je het niet kan doorgronden? Dus ik denk dat daar gewoon een samenhang is. En dat was waar ik het over had toen ik het had over die ondergrondelijkheid van het systeem. Ja? Ja, mijn naam is Wout Heukelom. Ik zou u dat aankomen met deze opmerking willen meegeven. In uw onderzoek ook naar de historie te gaan kijken. Want in de middeleeuwen waren ook de afstanden tot de bestuur erg groot. Ja. Je had contact in je dorp en het naastgelegen dorp, maar het binnenhof was erg ver, dat staan Londen. Dus ik zou dat eens kijken hoe het historisch is. Of reeds ook rond. In die tijd reisde het hof gewoon rond, dat was ook geen hoofdstad. Nee, ja, nou, dat is het vraag. Wat gebeurde er toen eigenlijk? Is dat ook maar beeldvorming dat wij hebben dat het nu allemaal verder is en wat voor een eenvoudige burger heb je concreet als de misschien was de vorst in die tijd wel de makkelijker toegankelijk voor de burgers. Wij hebben niet zoveel, er kwam het wel. En die reisde rond. Precies, misschien. Onderzoek het. Ja. Nee, zeker. Kijk, het is natuurlijk altijd lastig met dit soort historische claims. Ik bedoel, kijk, zeker als je dit gaat onderzoeken en bijvoorbeeld een inhoudsanalyse doet van geschreven materiaal, ja, dan denk ik dat je daar wel wat mee kan. Maar hoe het precies in elkaar zat in de middeleeuwen, is voor historici al heel ingewikkeld om uit te pluizen. Maar dat zijn wel hele belangrijke. Dus je kunt denk ik alleen maar een hele korte termijn geschiedenis schrijven. Ik bedoel, wat ik zou willen doen dan is inderdaad een analyse meer bijvoorbeeld vanaf de naoorlogse periode tot nu. En ik denk dat dat behapbaar is. En dan in detail kijken hoe er iets, wat er veranderd is en hoe dat komt. En de middeleeuwen zijn out of my reach. Dat geef ik eerlijk toe. Ja. Nou, bescheidenheid, hè? Ja. Ik ben 70 en ik heb die tijd meegemaakt. Ik vertel me niets nieuws. Oké, okay. Dat is mooi. Dan is dit gewoon een opfriscursus voor die mensen die niet in die periode hebben. Ik heb een vraag voordat ik deze stel. Hoeveel mensen hebben hier de Matrix alle drie bekeken? Alle drie films bekeken? Oké, want ze zijn daarvoor aan het eerste, dat in de eerste film zei van de Matrix schuilt de waarheid van je ogen. Maar in de tweede film heb je iets anders gezegd. Dat de machines hadden de mensen gevraagd in die wereld van wat willen jullie? En bijna 95% zei dat we willen hier blijven. Het is alleen die kleine groepje 5% die zit de hele zaak op zijn kop te zetten. Dus eigenlijk, je kunt zeggen van mensen willen meestal in een stabiele samenleving. Dus als het stabiel is, dan is er geen reden. Het is alleen die kleine groepje die een beetje herrie zit te schoppen en voordat je weet, zodat iedereen met zich mee en dan zijn we nergens. Is dat eigenlijk een beetje wat eigenlijk de complottheorie ook eigenlijk inhoudt? Een kleine groep mensen die probeert hun manier van denken op de rest van de groep die eigenlijk zegt van nee, alles is toch een beetje stabiel, we hebben wat problemen, we moeten op tijd oplossen. Yeah. En nu komen we met gigantische, dramatische problemen. Nou ja, in het begin, dat is inderdaad toch ook een vraag naar hoe groot is die groep nou? En dat is een vraag die gewoon natuurlijk eigenlijk heel erg ligt. En bedoel, een van de meest voor de hand liggende dingen volgens mij die je moet doen is gewoon de standaard demografische gegevens van hoe ik bedoel, gewoon een enquête met wat gewoon indicatoren van complotdenken om gewoon te kijken hoe in Noordwest-Europa of in Nederland, hoeveel mensen gewoon hoog scoren op die conspiratieschaal. Dus hoeveel mensen dat zijn, is onduidelijk. Laat staan dat we weten of dat door de tijd heen nou echt gegroeid is. Maar belangrijk is natuurlijk ook de vraag niet alleen hoeveel het er zijn, maar vervolgens ook waar komen ze vandaan? Zijn ze links, zijn ze rechts, zijn ze hoog opgeleid, zijn ze laag opgeleid, zijn ze dat allebei? Zijn er andere verklaringsmechanismen bij laag opgeleiden dan bij hoog opgeleiden? Of bij linkse mensen dan bij rechtse mensen? Dat zijn feitelijk allemaal een soort van, ja, eigenlijk een soort standaard sociologische gegevens. Ja, die echt ontbreken, daar wil ik me dus volgend jaar graag op richten. Dus dan kom ik nog wel een keer terug. Maar dit is een belangrijke vraag. Hoe groot is die groep? Hoe klein is die groep? Dat is onduidelijk natuurlijk. We gaan nu enig alcoholvrij vocht tot ons nemen. Dan in een korte tijd, ik ga het voorstellen, hier verder. Intussen dank ik het spreker van harte voor zijn bijdrage.
mag hem als bewijs daarvoor. Mensen, daar gaan we.